Even gejuicht. En dat geldt dan deze Marcel Tremblay uit Saint-Foix. 22-jarige schaatsenrijder die alleen de 1000 meter hier rijdt. 1.15.74 is de beste tijd. Voor Hans Magnussen hebben we ooit 1.14.37 in de boeken mogen schrijven. Magnussen is meer een 1500 meter rijden. Goede start van die Tremblay. Die hard bocht in gaat. En die meer een prikslag die hij overgehouden heeft van het short track racen op 17,5 doorkomt. Magnussen begon het seizoen heel goed en is hier langzaam terug. Komt nu heel hard de binnenbocht in. Wij zijn op meter in 45-2, u weet wat dat betekent, u weet het 27. Tremblay blijft goed doorgaan. Want dit is een moeilijke wissel. Hier kan Magnussen snel overheen. Dan moet hij nu naar voren. Goed zo, dit is goed opgelost. Dat is geen streep door de rekening. Tremblay heeft moeilijkheden nu. Niet dat de tegenstander wel met zijn snelheid. Kijk maar, worstelen knokken in 1.15 zit hij 1.15-13. En dat is goed voor een 16e plaats. En daar is al dat geschreeuw op de tribunes voor. Dat moet het straks niet zijn als Boucher gaat rijden. Zag u hoe hij echt vanaf de 600 meter verschrikkelijk moest gaan knokken. Dan is het geen schaatsen meer. Dan is het een hele...